Pombonen aan de start van de 24 van Zolder op een Norma 20 FC van Delbische Racing. Vorig jaar niet op een Norma. Waarom heb je de overstap gemaakt afgelopen winter naar een prototype? Dus voor mij altijd een beetje een stappenplan geweest om toch uiteindelijk op een Norma te belanden. Ik heb zelf ook een Norma FC. Ik ben geen FC, ik heb een oude Norma 5 of 6 jaar geleden. Ik heb altijd wel met het idee gespeeld om uiteindelijk op een Norma te gaan rijden. Omdat die auto gewoon dat potentieel biedt om nog veel verdere stappen te ondernemen. De stap naar een GT3 of naar een LMP3 of LMP2 is veel kleiner en een soort wagen dan bijvoorbeeld een Porsche. Porsche Cup is een super leuke auto met de rijden, heel specifiek. Maar dan word je snel in een Porsche Cup en niet met iets anders. Het is een hele eigenwijze auto die eigenlijk op een heel andere manier rijdt dan veel andere auto's. Ja. Ik was niet van plan om dat dit jaar al te doen. Maar toen ik kwam met Sam de Jong heel goed overeen. We trainen nog heel vaak samen. En toen kwam Loekie iedere keer met het idee van ik wil een tweede auto kopen als jullie dan samen kunnen rijden. En toen was de bal aan het rollen gegaan. En ben ik rechts geschoten en ben een sponsor geschoten geweest. En met heel veel plezier heb ik dat dan aangenomen, die uitdaging. Allee, niet zonder succes, dat we nog niet kunnen winnen dit jaar. We hebben ons deel van de pech gehad met rechts. Maar hopelijk gaat het wel een beetje in de juiste plooi en kunnen we eindelijk eens met de gouden beker naar huis gaan. Ja, is wel heel snel in span bijvoorbeeld. En ligt die prototype je beter dan Porsche? Ja, ik zeg het, de Porsche is een heel specifieke wagen, daar hebben we wel wat tijd voor nodig gehad. Maar we zijn natuurlijk ook weer al een jaar verder. Vorig jaar was ook weer een heel belangrijk jaar voor mij. Ik heb voor een NASCAR gereden, ik heb wel keer gedaan op de Porsche. Dus veel verschillende auto's, veel verschillende mechanieken, veel verschillende soorten banden, manieren van rijden. En dat allemaal brengt mee dat je het installeerproces heel snel erdoor maakt. Maar ik vond ook wel de tijd aangebroken om echt bij niet bij een team. Dat is het team dat langs al die Norma's rond. En ook die tand dat ik al langs kent, dat ze rijden op Supercar Challenge. Dus die mogelijkheid die voorbereid was voor mij de beslissing snel gemaakt om het dit jaar al te doen. En ja, na twee volle jaren autosport, dan begin je ook wel aan te snappen dat je het best soms gewoon eens springt en de rest komt wel. De concurrentie doet het vaak met 4 rijders, 5 rijders. Jullie op deze auto met 3. Is daar een reden voor? We hadden een aantal jongens, snelle jongens die wouden komen meerijden. Maar ik was eigenlijk voorstander van in het begin van een maand of twee in het voetbal om met 3 te rijden. Maar we zijn eigenlijk een heel jaar samen aan het rijden. Ik vind een 4e man erbij pakken. Als je een snelle jongen kunt pakken, dan is dat natuurlijk leuk meegenomen. Maar ja, die komt die ene wedstrijd meerijden en klaar, die gaan eruit. We hebben dit jaar eigenlijk als team aangevat en ik wou dat ook graag voor de eerste keer doen. We hebben natuurlijk minder rust dan onze concurrenten, maar ook meer rijtijd. En dat draait het uiteindelijk om. Als we succesvol op een afgrond of kunnen we het mooi beëindigen, dan hebben wij het gedaan. En dan kunnen we er nog een heel jaar van genieten. Okay. Iemand anders niet. Ja, inderdaad. Misschien wel het podium voor Tom Bonen, dat weten we. Anders zondagmiddag. Bedankt. Dankjewel.